hele goede middag op deze woensdag. Het is 28 februari en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb mezelf net klaargemaakt. De laatste dagen doe ik mijn make-up letterlijk in de woonkamer. Omdat het aan mijn kaptafel in de slaapkamer gewoon echt te koud is. En ja, dus dat is klaar. Ik zit hier gezellig met een kat. Die gaat nu weg. Ik moet hier zometeen weer aan de schoonmaak, maar de accu van mijn camera is weer leeg en dat snap ik niet. Ik had hem gisteren wel op de oplader gelegd, maar waarschijnlijk niet lang genoeg. Dus die ga ik zo meteen weer eventjes neerleggen. Ik zie mezelf nu, het lijkt net alsof ik iets heel geks zeg maar in de binnenhoek van mijn oog heb. Maar ik denk dat het wel meevalt. Het heeft hier gisteren gesneeuwd. Toen had ik de weekvlog al afgesloten, toen begon het te sneeuwen. Dus daar ligt nog een klein laagje van, maar het meeste is al wel weer schoon. Ja, zondag gewoon eventjes schoonmaken dus. Dat is altijd wel weer fijn. Dat is mijn vaste ritueel op woensdag. En ik moet vanmiddag ook nog met de weekvlog aan de gang en nog een artikel. En ik moet nog even kijken naar de foto's, want er ontbraken twee foto's voor mijn blogartikel. En ik moet even kijken of dat ik die wel gemaakt heb. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat ik ze niet gemaakt heb, maar goed. Misschien heb ik ze toch echt niet gemaakt. Dus die moet ik dan ook nog eventjes maken. Dus dan moet ik even kijken hoe ik dat ga organiseren straks. Maar zometeen eerst maar even een schoonmaak. Want ik heb weinig zin en het is koud. En bah. Ik weet niet of ik jullie er nu bij kan zetten. Aangezien de camera leeg is. Ik ga hem zometeen wel op de oplader leggen. Dus mocht ik jullie er dan nog wel even bij kunnen zetten. Zal ik dat zeker doen. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Ik ga zo gewoon even een muziekje aanzetten. En dan... ja, ga ik gewoon als een malle aan de gang. Het is nog vroeg hoor, het is pas 2 uur. Maar ja, klaar is klaar, vind ik dan ook wel weer. Ik heb nog niks gehoord over de woning. Zodra ik daar wat meer van weet, zal ik het jullie uiteraard melden. Maar er is gewoon nog niks bekend. Dus ik wacht nog even af. Ik had wel een mailtje terug van Scoopy. Over die tas van de huishoudbeurs. En daar werd ik ook niet heel erg blij van. Want ze zeiden, ja, als je hem dus... voorafgaand had gekocht via internet, dan had je de korting al gekregen. Nou, dat had ik dus niet gedaan. Ik heb hem echt letterlijk op de beurs gekocht. Dan hadden ze me dat papiertje met die code moeten overhandigen. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ja, ik zei ook, ja, weet je, degene die erachter stond, die was al een beetje verveeld. Die had ik echt zoiets van, ja, lekker boeien, weet je wel. Dus ja, ik denk niet dat ik die 1,50 nog terug ga krijgen. Maar ik heb wel eventjes wel eens teruggestuurd dat ik, ja... dat ik ook niet zo snel van plan ben om daar weer, zeg maar, zo'n tas te kopen op zo'n beurs dan als het via hun gaat en dat het op zo'n manier gaat. Want ja, ik wist niet eens hoe je dat moest doen. Ik dacht, die code zit in die tas. En later hoor ik dus van mijn zusje, ja, maar heeft hij die code niet gegeven? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Want volgens mij was hij er wel een beetje klaar mee, dat gastje. Maar goed. Genoeg gepraat. Ik ga eventjes aan de schoonmaak. En mocht ik jullie erbij kunnen zetten, dan zul je dat ja, vanzelf even zien. Inmiddels is mijn huisje helemaal schoon. Of althans de woonkamer. Ik heb jullie er niet bij kunnen zetten, want ja, de camera was gewoon leeg. Dus dat ging allemaal niet zo goed. En ja, ik ging eigenlijk best wel snel er doorheen. Dus ik dacht, nou, dan maar een keertje niet. Ik ga verder vandaag gewoon niet heel veel doen, maar... bij ik jullie kan zetten waardoor het interessant wordt. Dus ja, het is een beetje saai. Maar goed, kan gebeuren. Ik ga zo lekker douchen. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb het ook heel erg koud. Juist niet zo gek. Ik heb een jurkje aan met ja, een soort vier kwarts mouwen, zoiets. Ze zijn niet, in ieder geval niet volledig. Maar ik vind het wel lekker om zo even lekker warm te gaan douchen. En... ja, dan ga ik straks even met de vlog aan de gang en even met het artikel. Ik heb nog wel een paar foto's gemaakt. Ja, het was vandaag gewoon een beetje een saai dagje. Dus ik hoop dat ik jullie weer morgen iets interessanters heb om te laten zien. Maar vandaag was het gewoon niet zo heel veel. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 1 maart. Ik heb net al even stof gezogen. Mijn bezoek komt straks, maar ik weet nog niet hoe laat. En mijn bril is vies. Ik ga ze even schoonmaken. Ik heb dus eigenlijk mijn bril gewoon op, maar ik had echt hele moe ogen, zeg maar. Mijn ogen die waren echt gewoon heel moe en ik dacht, ja, het wordt nu niet echt wat met die lenzen. Ik had ook weer hele droge plekken op mijn gezicht. Het was vooral hier en op mijn oogleden heel erg, deed echt heel veel pijn.
ook toen ik mijn make-up erop smeerde, voelde ik gewoon echt zo van, dit is geïrriteerd. En dat is best wel heel gek, want ik dacht gisteren echt nog serieus van, nou, ik had weer eventjes die crème extra opgesmeerd. Ik dacht, nou, gaat wel eigenlijk wel beter. Mijn huid voelt wat minder droog aan. Maar ik stond op en het was wel weer heel erg droog. Dus dat was best wel een beetje vreemd. Voor de rest waait het echt heel hard buiten. Ik merkte dat ook in de slaapkamer. Zodra ik de deur open doe, dan komt een windvlaag. Dan wordt die deur gewoon echt een soort van tegengewerkt. Ik weet niet of er een rooster of zo open staat, maar daar moet ik eigenlijk wel even naar kijken. Want die moet echt dicht. Want het is echt veel te koud. Nou ja, ik had dus al even de stofzuiger er doorheen gehaald. Ik kruip denk ik zometeen gewoon even achter de laptop. Ik wilde nog even gaan kijken naar een nieuw kwastje voor mijn acryl. En even nieuwe acrylvloeistof. Want die van Ali vind ik toch niet heel erg geweldig. Daar komt overigens nog een shoplog van die spulletjes van AliExpress. Alleen, ik wacht nog steeds op één product. En ik weet ook niet meer of die nog gaat komen. Want die staat eigenlijk op geannuleerd. En ik heb al wel contact gehad met de verkoper. En die zei, ja, don't worry. Want het is opgestuurd. Maar goed, hij is ook weer geannuleerd of zo. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Misschien dat ik die shoplog wel gewoon ga opnemen. En dat ik dan ook gewoon zoiets heb van, weet je, laat maar. Want ja, stel je voor, dat pakketje duurt er nog super lang over. En ik krijg het bericht dat ik wel die woning mag betrekken. Dan ben ik hier toch weg. En dan ga ik hem toch nooit meer krijgen. Ik zal eens even laten zien hoe het er buiten uitziet. Dan ga ik toch de bril even opdoen. Ik zou echt even schoon moeten maken. Gadverdamme. Mijn nagellak moet er ook af. Die ziet er ook echt niet meer uit. Maar ik zal het eventjes iets van buiten laten zien. Je ziet echt zo'n laagje op de weg liggen ook. Ik ga even kijken of ik kan inzoomen voor jullie. Zie dat laagje liggen. Het is echt heel vies. Het is echt. Blech. Nou ja, goed. Ik ga denk ik gewoon eventjes op de laptop misschien nog even wat in mijn bullet journal doen. Want ik moet toch wachten tot ik bericht krijg hoe laat mijn bezoek komt. En ja, als ik nog ergens jullie even ergens bij kan zetten, zal ik dat zeker eventjes doen. Ik moet nog eventjes de laatste dingetjes van februari afronden in mijn bullet journal. Dan kan ik beginnen met de maand maart. Ik ben even op mijn eigen kanaal beland en ik wil even het hoogtepunt met jullie delen, want ik heb inmiddels de 94 abonnees behaald. En daar ben ik heel erg blij mee. De vlog staat er ook al op, dus dat was wel fijn. Ik ben echt heel blij dat ik nu alweer 94 abonnees heb. Als ik dat vergelijk vanaf juli, hoe hard dat is gegaan, die groei, vind ik dat echt super leuk. En daar wil ik jullie ook echt voor bedanken dat jullie geabonneerd willen zijn op mijn kanaal. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik ga nu denk ik gewoon eventjes zoek naar nog wat voor die nagels. Want ik wil gewoon heel graag weer acrylnagels. Ik vind het gewoon mooier. En mijn eigen nagels zien er gewoon niet zo mooi uit. Dus ja, dat ga ik gewoon eventjes een beetje bekijken. Ik ga gewoon nu eventjes, ik zit eventjes bij de nieuwe producten van Essence te kijken. Maar ik wilde eventjes het hoogtepunt van de abonnees met jullie delen. Inmiddels heb ik bericht gehad. Mijn bezoek die komt om 2:30. Het is nu 2:50. Dus ik heb nog 10 minuutjes. Ik zal even de rolgordijn omhoog doen. Dat is wel even prettig. Denk ik. Dat is wel handig. Kan ik nog even achter de laptop. En dan ga ik even wachten en ga ik zo meteen even boodschappen doen. En dan zie ik jullie, als ik de boodschappen heb gedaan, die laat ik jullie dan nog even zien. En ik moet nog beslissen wat ik ga eten vandaag en ik weet het gewoon niet. Echt, altijd lastig om weer wat te verzinnen. Aangezien ik heb deze week 2 keer groente op en dat is niet heel erg veel. Maar ik lust niet zo heel veel groente, dus ja, ik ben altijd heel erg van, ja, oké. Okay. Ik vind het wel lekker, maar dan houdt het zeg maar ook wel weer een beetje op. Dus ja, ik zit nog even te bedenken wat ik wil gaan eten. Dus dat is een beetje lastig.
En ik zit even te kijken of er nog nieuwe boeken online staan. Ik had namelijk gisteren nog twee boeken eraf gehaald, twee nieuwe. Nou ja, ik ga in ieder geval gewoon nog eventjes wachten en nog eventjes een beetje op Google kijken voor de nagelspullen. En dan zie ik jullie straks. Ik ben terug van het boodschappen doen en ik heb het koud. Ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Dan kan ik dat daarna ook gelijk opruimen. Het is nog vroeg, het is pas 3:15. Dus misschien dat ik daarna nog even mijn bullet journal of iets ga doen. Maar ik ga eerst even boodschappen laten zien. Ik was bij Coop en bij de Lidl, wat ik meestal doe op donderdag. Bij Coop haalde ik weer even chocomel, want die kan ik alleen daar kopen in grote pakken. Ook wel in andere winkels, maar oké, die zit er gewoon dichtbij. Ik haalde even nieuwe huishoudhandschoenen, want die van mij die waren lek. En ik vind het toch prettig om daarmee af te wassen. Het touwtje van mijn camera die gaat. En ik haalde deze Haribo mix. Ik vind deze soms wel lekker. Dus ik dacht, hey, ik heb het al lang niet op. En deze waren in de aanbieding. Dus dat. Bij Lidl haal ik eventjes een pompoenpeper uit. Die kan ik even gelijk opeten. Persiebonen. Mini-frietjes. Keukenfrietjes. Nou, de kattenvoer. Kipnuggets voor vanavond. Slavinken. En een blikje met energy. En dat waren eigenlijk al boodschappen. Ik ga dit even opruimen en dan ga ik mijn broodje opeten. Have you seen that girl? Have you seen her? She's the freakiest thing, you gotta need her. You do whatever it takes to get her by your side. Whoa. It's not the way she smiles with her little laugh. It's not the way she looks in her photograph. And all the boys, they crowd around. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. Have you seen that girl? Have you seen her? With the way she moves, you wanna kiss her. She'll be the girl of your dreams if you can close your eyes. Whoa. You can feel that beat when she's in the room. You can feel your heart going boom, boom. And all the boys, they crowd around. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. She walks like Rihanna. She walks like Rihanna. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 2 maart en ik heb me net even klaargemaakt. Ik kon echt mijn bed niet uitkomen. Het was zo lekker warm. En je hoorde buiten die wind, hoorde je gewoon heen en weer gaan. Weer gaan, te keer gaan moet ik zeggen. En ik lag zo lekker dat ik er gewoon niet uit wilde. Nou ja, inmiddels ben ik dus helemaal klaar. Ik moet zometeen hier even stofzuigen. En daarna moet ik even een video opnemen voor morgen nog. En eigenlijk zit ik gewoon nog te wachten of dat ik nog telefoon of mail krijg vandaag. Ik zal even kijken of er al mail is. Over die woning, want dan kan ik tenminste verder. Maar dat kan ook volgende week worden. Ik denk zelf het laatste. Komt er nog mail binnen? Alles is zo traag. Nou, geen idee.
Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik wil gaan doen. Vanavond begint er een nieuw seizoen van Flik in Maastricht. En dat vind ik echt super leuk. Want ik ben echt groot fan van Flik in Maastricht. Het heeft echt zo lang geduurd. En dan ben ik echt blij dat er weer een nieuw seizoen gaat beginnen. Vind ik echt heel leuk. Nee, er is geen e-mail volgens mij. En ik heb zelf het vermoeden dat dit het laatste seizoen gaat zijn. Dat dit echt het einde wordt. Omdat we al op seizoen 12 zitten. En het is natuurlijk, ja, best veel eigenlijk voor een serie. Dus ze hebben het meeste eigenlijk ook wel meegemaakt. Ik denk wel dat dit echt het laatste seizoen gaat worden. Maar ik vind het wel heel spannend. En ik vind het echt leuk dat het vanavond weer begint. Ja, ik wil op tijd alles klaar hebben. Ook de afwas weg en zo. Zodat ik om 8:30 ook gewoon letterlijk klaar zit. Zodat ik kan gaan kijken. Ik ga nu gewoon eerst even stofzuigen. En dan ga ik de spullen klaarzetten om de video op te nemen. Het is nu nog vrij zonnig buiten. Dus ik denk dat het wel goed komt qua licht. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de planning. Ik zal jullie ook even weer een overview geven van mijn bullet journal. Maar ik denk dat ik dat morgen even doe. Want ik denk dat ik morgen even mijn bullet journal aan de gang ga. Want ja, vandaag denk ik eigenlijk niet. Maar ik heb februari net afgerond. En ik kan nu helemaal vol gaan storten op maart. En daar moet ik ook weer heel veel dingetjes nog voor doen. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. Dus dat zal ik ook nog eventjes doen. Maar zoals ik al zei, ik denk dat dat morgen komt. Ik ga nu stofzuigen. Want ik heb al zo weinig zin om wat te doen. En ik heb het al zo koud. Dan moet ik weer die koude gang in. Daar heb ik geen zin in. Maar het moet echt gebeuren. You have my heart. We'll never be worlds apart. Maybe in magazines. You'll still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. That's when you need me there, with you I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Took an oath I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey. These fancy things will never come in between. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 3 maart en ik heb net al even stof gezogen en ik heb eventjes een wasje in de machine gedaan. Hey. De brandweer gaat met spoed ergens heen. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar hij gaat redelijk tekeer. Ik moet zo nog even mijn bril schoonmaken. Ik deed net mijn make-up op en het deed zo pijn. Omdat mijn huid zo droog is. Ik dacht nog dat het beter zou gaan. Dus wat dat betreft zou ik het fijn vinden als het weer wat stabieler wordt. Zeg maar dat die kou wat meer verdwijnt. Maar goed, naast mij zullen dat heel veel andere mensen ook vinden. Ik ga jullie zo eventjes een overview geven hoe mijn bullet journal er nu uitziet. Want daar werd ook al naar gevraagd. Dus dat ga ik zo even doen. Ik moet ook nog even een wasje opvouwen. En ik moet mijn kwasten nog even wassen. Dus ik ben nog heel druk. Dus ik hoop ook dat ik nog even in mijn bullet journal kan werken. Maar de huishoudelijke klusjes die gaan helaas wel even voor. Ik ga eerst even mijn bril schoonmaken. En dan zal ik jullie even laten zien hoe mijn bullet journal er nu uitziet. Zo, mijn bullet journal ligt op het tafeltje. Ik ga gewoon eventjes weer van alles even laten zien hoe en wat. Want dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Het wordt wel een heel dik boek zoals je kunt zien. Maar het komt ook heel veel plak. Nou ja. Ik heb hier gewoon... Deze moet ik ook nog steeds afmaken. Want hier kunnen inmiddels weer een paar... Hier kunnen nog 2 stempels bij. En dan kan er ook weer zo'n leuke rand op. Dus die moet ik nog steeds afmaken. En dat vergeet ik dan weer. En... Ja, nou ja, goed. Dat ding met mijn naam. Het is niet heel mooi geworden, want hij is heel... dat komt.
gewoon A4'tje past niet in dit boek. En ik heb hem daarna later pas bijgeknipt. Vandaar dat hij er nu zo uitziet. Dus ja, ik kan daar niks meer aan doen. Nou ja, mijn intekstpagina. Daar moeten mijn boeken nog bij, zie ik. En ik ben hier nog niet verder gegaan met de paginanummers. Omdat ik even niet meer weet hoe ik verder moet. Maar daar kom ik zo even op. Nou ja, hier heb ik weer een quote. Ik moet wel zeggen, mijn bullet journal is heel anders ingedeeld als wat de meeste mensen denk ik doen. Ik heb er echt een hele eigen draai aan gegeven. Maar ik zal het zo even uitleggen als ik daarbij kom. Nou, de kalender nog steeds. Hier, deze was al ingescheurd. Dus, nou ja, dan krijgen we weer een quote. Deze vond ik wel heel tof trouwens. Dan heb ik hier mijn keys. Nou, dan hebben we weer een quote. En dan heb ik hier mijn goal. Er moeten nog goals bij, maar ja. Mijn inspiratie is even op. Wat ik eigenlijk nog wel heel graag meer zou willen doen. Omdat dit bullet journal toch meer op het gebied van mijn blog en mijn vlog is. En, of vlog, mijn YouTube kanaal. Nou zou ik er natuurlijk ook wel wat persoonlijke goals bij kunnen zetten. Dat is misschien op zich wel leuk. Maar dat is niet dat het haalbaar is, denk ik, voor 2018. Weer een quote. Nou, dan beginnen hier dus echt de categorieën. Want ik heb hem in categorieën verdeeld. Ik doe bijvoorbeeld niet, ik maak geen pagina met de maand januari. En daar komen dan alle dingen bij. Dat was misschien ook leuk geweest. Maar ik heb ervoor gekozen om het gewoon in categorieën in te delen. En hierbij komen dus gewoon alle maanden. Dus hier heb ik januari. Februari. En hier moet ik nog een beetje gummen. Dus dat moet ik nog even doen. En hier ga ik dus weer verder met maart. Maar maartje ga ik hier gewoon weer erin plakken. Omdat dit dus doordrukt. Dat kun je ook heel duidelijk zien. Dus daarom doe ik dat dan weer op een gewoon losse pagina. Hier ben ik al wel een beetje begonnen met tekenen. Maar ik was niet tevreden. Nou, zo heb ik zeg maar. Ik heb ook dat al eventjes. Ik heb hier mijn potlood bijvoorbeeld al voor april. En nou ja, dat loopt helemaal door tot en met oktober. November en december. Dus ja. Nou, dan krijgen we weer een quote die niet helemaal goed was zit, zie ik. Live, laugh, love. En dan gaan we hier naar de YouTube video's of the month. En hier schrijf ik dus alle video's die ik die maand heb gemaakt. En hier ook mijn favoriete likes en dislikes trouwens. Dat zijn de producten die ik heb gereviewd die ik fijn vond en die ik niet fijn vond. Dat was ik vergeten erbij te vermelden. Nou, januari, februari en nou ja, dan komt hier natuurlijk weer maart. Die ik eventjes weer op een losse pagina ga doen. Nou ja, daar heb ik ook alles al voor uitgetekend. Hier komt dan weer een quote, want dat vind ik toch wel leuk om te blijven doen. Dan heb ik hier de vlogs op de mand. Dat heb ik, is een beetje 3D geworden. Omdat het met dubbelzijdige tape is gedaan. Nou, januari en februari staan er al in. Maart komt hier weer. Die moet ik ook weer plakken, want die is ook weer doorgedrukt, of niet? Ja, dat zit er wel in. Nou. Zo wordt het wel echt een heel dik boek, zoals je kunt zien. Nou, die zitten erin. En dan ben ik hier bij de Reading Books of the Year. Hierbij schrijf ik de boeken die ik een heel jaar heb gelezen. Dat vind ik leuk om bij te houden. Volgens mij doet mijn e-reader dat niet. En dan heb ik hier een quote. Books don't just go with you. They take you where you never been. En hier zijn dan de boeken die ik tot nu toe heb gelezen. Ik doe deze niet op maand, want dat onthoud ik gewoon echt niet. Van wanneer ik hem heb uitgelezen, wanneer ik ben begonnen. Dus ik weet ook niet hoe lang ik erover doe. Maar ik heb dus in ja, 2 maanden tijd, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boeken gelezen. Maar daar zijn we nu net pas mee bezig. En hier gaat dus de boeken. Ja, voor de rest, dat is dus tot nu toe even hoe mijn bullet journal eruit ziet. Ik weet nu eventjes niet meer qua inspiratie wat ik erin moet. Wat ik qua categorieën kan bijvoegen. Dus daarom hou ik dit sowieso nu gewoon bij. En als ik dan weer wat verzin, dan gaat dat verder. Maar ja, zo ziet het er nu dus eventjes uit eigenlijk. Dus dat was even de overview van mijn bullet journal. You think you got it? Going crazy when I even started. Ew, 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 ew.
put your hands up, put your hands up, put your hands up. You got the latest pieces on your radar, but by the time you show your face, it's over. Ew, 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 ew. Oh, you got the magic numbers on your speeder, and you could barely drop a name, but meanwhile, ew, 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 ew. Oh, you know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Let me see the club get hotter, hotter. I wanna see your hands up higher, higher. I don't need to shout it, oh, 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 oh. Can I get a whoa? Let me see the club get hotter, hotter. I wanna see your hands up higher, higher. I don't need to shout it, oh, 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 oh. Can I get a whoa? No, you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Ew, ew, hot right now. You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Ew, ew, hot right now. Throw your hands up, throw your hands up, throw your hands up, hot. Zo, ik heb mijn kwasten even net gewassen en ik heb nog even in mijn bullet journal gewerkt. Nu ben ik het eigenlijk wel een beetje zat. Ik ga straks lekker douchen en vanavond weet ik veel nog een keertje spelen. Een beetje televisie kijken, een beetje rustig aan, want ik ben echt een beetje moe. Ja, voor de rest ga ik zo meteen lekker op bank hangen. Even op de laptop, denk ik. En dan vind ik het wel weer eventjes genoeg geweest. Op een gegeven moment dan... Ik heb ook heel veel energie. En dan ineens verdwijnt de energie ook weer, zeg maar. Dus dan heb ik ook geen zin meer om iets te doen. Dus dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Want ik ben echt heel erg moe. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 4 maart. Ik heb net even stof gezogen en ik zit nu voetbal te kijken. De wedstrijd van Ajax. En ik ben ondertussen een beetje wat dingen voor maart aan het opzetten in mijn bullet journal. En ik moet straks even foto's maken. Ik ga voor de rest niet heel erg veel doen vandaag. Dus dat is eigenlijk wat ik nu een beetje aan het doen ben. Misschien dat ik jullie straks wel even bijzet met foto's maken. Maar dan moet ik even kijken of dat allemaal lukt. En voor de rest wordt het gewoon een rustig dagje, omdat ik niet veel van plan ben. En ik zie net dat het 1-0 is voor de tegenpartij. Dus dat is wat minder. Dus ja, als ik jullie nog ergens bij kan zetten, zal ik dat doen. Maar ja, op zondag is het vaak een beetje een dag dat het ja, echt een beetje een rustdagje is, dat ik heel weinig doe. Dus mocht het lukken, dan zal ik jullie ergens bij zetten. En anders wordt het misschien een beetje een saaie dag, deze vlogdag. Ik heb jullie er uiteindelijk eigenlijk niet meer bij gezet. Ik ben het ook eigenlijk helemaal vergeten toen ik foto's aan het maken was. Maar ik ben ook niet zo heel lang bezig geweest. Want ik had ook een beetje buikpijn. Dus ja, dat was een beetje vervelend. Dus ja, zoals ik eerder al zei, wordt dit weer is dit gewoon een hele saaie vlogdag geworden. Maar ja, ik ben het gewoon even vergeten. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 5 maart. Mijn bezoek komt zo. Even boodschappen doen. De rest van de week niet, dus alleen vandaag. Mijn lippenstift is volgens mij een beetje uitgelopen in het hoekje. Moet ik zo even naar kijken. Ik had mijn nagels eventjes gedaan. Ik heb paars. Het is een kleurtje van Essence. Ik zal eens even kijken hoe die kleur heet. Want hij staat nog in de gang. Ik had gel lak ook gedaan. Maar dat was er alweer af. Dus vandaar dat ik nu even deze kleur op heb gedaan. Want die kwam redelijk overeen. Even kijken hoor. Dit is de 52 Amazed by You. Dat is dit kleurtje.
die ik op heb. Ook alweer een keertje leuk. Ja, ik wil eigenlijk heel graag ook weer acrylnagels zetten. Maar dat stel ik nu vooral even uit. Omdat ik... Ja, als de kans is dat ik ga verhuizen, zeg maar, en ik moet gaan inpakken, dan denk ik dat dat niet zo goed gaat met acrylnagels. Dat ze eraf vliegen. Dus dat risico wil ik liever niet lopen. Voor de rest zal ik zo even de camera aan de op laten leggen, want die is bijna leeg. En ja, ga ik nog even een spelletje Candy Crush doen. En dan ga ik gewoon wachten tot mijn bezoek er is. En dan zie ik jullie straks weer terug. Ik ben inmiddels terug van het boodschappen doen en ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik ben ook naar de Action geweest, maar daar komt een aparte shoplog van. Dus dat ga ik nog niet laten zien. Die komt aankomende week. Dus die spullen zet ik even aan de kant. Ik heb trouwens niet wel even wat uit. Dat zie ik. Want er zitten boodschappen bij, want ik had echt veel te veel. Dus die zet ik eventjes in de hoek. En dan ga ik het hier even doen, dus ik hoop dat er genoeg licht is. Ik ben naar verschillende supermarkten geweest, want het is voor een hele week. Ik was ook bij Lidl. Het hele prettige daaraan was, is dat de flessenautomaat het niet deed. Dus ik heb lege flessen voor Jan met een korte achternaam meegenomen. Maar goed. Ik haalde even toiletpapier. Dit is van Lidl. Kattenvoer uiteraard. Mini friet. Blikje energy drink, want hey, we kunnen niet zonder. Champignons, en dan heb ik ook gelijk weer een doos. Even kijken, ik haal het weer. Oh, dit is zo wonderlijk. Kreukelfrietjes. Een zak spinazie, die ga ik vanavond eten. Een broodje voor zometeen. Dan was ik bij de bonen, en daar haalde ik kattenvoer. Bami nasi vlees. Ze hadden 5 blikjes drinken voor 2 euro. Dus ik heb een Sprite. Nog een Sprite. Een Fanta. En 2 cola. Okay, ik heb nog een cola. Waar is de andere cola? Oh, hier is de andere cola. En nog een cola. Aardappelschijfjes. Een pak met ijsthee vind ik toch wel heel erg lekker. Spekreepjes. Speklapjes voor vanavond. Hé, hey, dit zijn er wel 4. Oké, mooi. Dan kan ik weer wat in de vriezer doen. Bakboter. Swarma. En rundvleesje. En ik was ook even bij Coop. En daar haalde ik 2 pakken met chocomel. 2 grote, want die hebben ze bij de bodem niet. Ik ga dit opruimen en dan ga ik even mijn broodje eten. En als ik straks nog wat ga doen, zal ik jullie er even bij zetten. Maar ik ga eerst even de camera aan de oplader leggen. Ik heb net eventjes alvast de video voor zaterdag opgenomen. Namelijk de shoplog van de Action. Want ja, dat vond ik wel fijn. Die katten zitten in de doos te spelen. Die moet ik zo meteen eventjes gaan wegzetten voordat ze helemaal slopen. Ja, dan kan ik dat ook gewoon eventjes opruimen. En... ja, ik weet niet hoe van de week gaat lopen, weet je. Ik hoop natuurlijk dat ik wat hoor over die woning. En als alles doorgaat, dan wil ik van de week gaan beginnen met inpakken. Dan komt er ook niet zo heel veel van om een video op te nemen. En ik had nu toch tijd over, dus ik dacht, nou, nu is het ook wel goed. Ik ga nu even wat drinken en even deze spulletjes opruimen. En dan, ja, even kijken wat ik verder nog ga doen. Ik heb eventjes een handwasje aangezet. Ik moet ook even het camerakaartje leeg, zie ik, want die is bijna vol. En ja, ga ik een beetje rustig aan doen en die doos even afpakken, want ik word er nu helemaal gek van. Een hele goede middag op deze dinsdag. Even kijken welke datum het is. Het is 6 maart. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Ik had even het kaartje van mijn camera geleegd, want die zat vol. Daar kon ik niet meer mee filmen. Dus nu is dat weer gelukt. Ik ga zo meteen eventjes hier in huis aan de gang. Mijn kat zit naar boven te kijken. Want dat komt, ik heb weer lieve heersbeestjes in huis. Dat is echt heel gek. Ze komen elke keer binnen en ik heb het normaal vooral zomers. Maar het is nu dus al begonnen.
Maar ik ga de kattenbakken schonen. Ik ga even het konijnenhok verschonen. En ik ga even mijn douche schoonmaken. Ik moet eigenlijk mijn foto's nog even opnieuw doen. Maar ik weet niet of ik daar aan toe kom. Dus dan moet ik even kijken. Ik zal jullie er in ieder geval even bij zetten. Ik heb nog niks gehoord van de woning. Morgen is de laatste dag. Dan is de tijd voorbij hoe lang ze mogen hebben om papieren te controleren. Dus ja, ik hoop dat ik wat hoor snel. Ik ga nu gewoon eventjes mijn iPod op de oplader leggen. Even een muziekje aan en dan ga ik aan de gang. Want ja, het is alweer 2:30 bijna. En ik moet ook weer eventjes een wasje aan doen, want ik ben heel erg achter. En ja, dan ga ik even flink aan de gang. So high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my heart. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me, and I have no choice, but I don't say goodbye anymore. Oh, whoa, whoa. I try my best to feed her appetite, to keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, but I won't say goodbye anymore. Things repair your broken wings and make sure everything's all right. My pressure on your hips, sinking my fingertips into every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, but I won't say goodbye. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, but I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. Inmiddels heb ik alles gedaan wat ik moest doen. De foto's maken heb ik niet meer gedaan, want daarvoor kwam ik gewoon tijd tekort. Ik heb net even de bonen afgehaald en bij de douche hield mijn camera ermee op, want de accu was leeg. Dus daar kon ik verder niet meer filmen met schoonmaken, maar ik heb geprobeerd jullie erbij te zetten waar ik kon. Ik ga straks lekker douchen en ik heb het nu een beetje koud. Dus ook een beetje moe, dus ik vind het al wel fijn. Ja, dat wat ik gedaan moest hebben, dat dat gelukt is. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog vast weer afsluiten. Het is nu nog licht en dan kan ik nog een beetje normaal filmen. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil je ook weer bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je natuurlijk gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!